heerlijke wedstrijd voor jou geweest zijn. Vooral een heerlijke eerste drie kwartier. Ja, absoluut. Dat was een mooie eerste helft, zeker voor mij. En wij kwamen 1-0 achter en dat was gelijk een moeilijke wedstrijd. En het is niet prettig om onderuit tegen Feyenoord thuis te zijn. Dus we hebben ons in de eerste helft goed teruggeknokken in de wedstrijd. En volle 90 minuten 0 gehouden, tweede helft. Je was heel erg op zoek naar een doelpunt, vaak bij de eerste paal. Het ging allemaal net mis en toen in een paar minuten tijd twee stuks. Ja, klopt. Het was zo, ik kreeg veel voorzetten vandaag en zo wil ik het graag. Ik zei tegen Ruben en Boyan dat ze moeten door blijven geven. En ze hebben goed gedaan. En, twee doelpunten van mij vandaag was mooi. En natuurlijk het belangrijkste is de overwinning. Dat gingen we voor, ja. Ja, maar voor een speler met het nummer 9 op zijn rug is het ook wel heel erg lekker om vroeg in het seizoen een paar goals te maken. Ja, absoluut. Om echt de basis te zetten voor dit seizoen. Dat is het natuurlijk wat ik ben op zoek voor. En dat heb ik moeten missen de eerste twee wedstrijden. Maar nu is het wel twee doelpunten binnen. En goed begin. Ja. Even over die twee goals. Hè. Bij die penalty deed Feyenoord alle mogelijke moeite, de keeper, ook Matthijsen nog, om je van je stuk te brengen. Had dat enige invloed op jou? Nee, eigenlijk niet. Heb je het wel gemerkt? Ja, ik heb gemerkt. De keepers proberen het vaak om te doen voor concentratie. Maar ik bleef gewoon vol concentratie op het penalty en op de bal. En je zag het met de goal. Het schiet hem goed in. Dan die tweede goal, heerlijke kopbal. Wist jij meteen dat hij zat? Ja, ik zag hem, ik raak hem goed. Dus ik wist hem meteen niet, natuurlijk niet moeten kijken waar hij gaat. Maar perfect, net binnen. En was een heerlijke doelpunt voor mij. Maar had je daar de scheidsrechter voor nodig die goal gaf? Of wist je het zelf ook gewoon, die is binnen? Ja, ik voelde wel dat hij binnen was. Dus als hij niet, als hij zou fluiten dat hij niet binnen was, dan zou ik niet blij zijn. Man of the match ben je benoemd, maar dat was eigenlijk in de rust al. Nee, dat maakt me niet zoveel uit wie dat is, maar eigenlijk is het... Als jij het maar bent. Nee. Het is gewoon teamprestatie en ik heb twee doelpunten gemaakt vandaag. En het is, als we winnen, dan zijn we blij, maar ik wil natuurlijk ook scoren. Ik moet scoren en dat ga ik elke wedstrijd voor.